wat is het? Gezellig in de Citadel. Vandaag vindt hier het badminton jeugdtoernooi plaats. Dit is het eindtoernooi van de jeugd uit de omstreken. Dus dat gaat vanaf Wezep tot en met Raalte, Genemuiden, Hasselt. Die verenigingen zijn allemaal hier. Zwolle zijn er ook nog verenigingen van. Die hebben het hele jaar competitie gespeeld. Vanaf november tot en met eind maart. En als afsluiting doen we dan een eindtoernooi hier zo. En dan wordt dan ook de prijs uitgereikt voor degene die winnaar is geworden van de competitie. Die krijgt de wisselbeker. Ja. En, ja, dat is een heel gezellig toernooi. We hebben nu 50, 60 kinderen komen daar op af. En dat is best wel gezellig. Ja, en vanaf welke leeftijd is dat? Het gaat vanaf basisschool eigenlijk. Vanaf 7, 8 jaar tot 13 jaar. En dan moeten ze eigenlijk naar de bond toe om daar de wat zwaardere wedstrijden te spelen. Dus voor beginnende badmintonners is dit allemaal. Dus... Hier komt dus vandaag ook echt een winnaar uit. Ja, er komen hier drie categorie winnaars uit. We hebben een A-categorie. Dat zijn de spelers die eigenlijk nog nooit competitie gespeeld hebben. En pas 2 of 3 weken op badminton zitten. Of nog korter op badminton. En die kunnen hier dan zien wat een wedstrijd precies is. We hebben de B-categorie. Dat zijn die in de competitie de minis gespeeld hebben. Die hebben al wat training gehad. Die kunnen al wat beter spelen. En dan hebben we de C-categorie. Dat zijn de maxi's, noemen we dat dan. Dan zijn er ook al wat oudere kinderen. Die hebben al 3, 4 jaar die zitten die al op badminton. En die kunnen dan betere wedstrijden spelen. Dus op die manier hebben we dat ingedeeld. En daar krijgen we dus 3 prijswinnaars van straks. Dus, ja, badminton. Ik speel het wel eens op de camping. Maar ja, dat doen jullie waarschijnlijk ook. Maar waar letten we op bij badminton? Wat is het spelletje precies? Nou, badminton is best wel een spel waar je heel veel energie in moet stoppen. Want overslaan doen we hier niet. We proberen de shuttle zo snel mogelijk en op de overkant op de grond te krijgen. Dat is de bedoeling. Ja, en je moet zorgen dat de tegenstander loopt en dat jij zo min mogelijk loopt. Dat is nog beter. Dan word jij niet moe, maar de tegenstander wel. Maar daar trainen wij ook op om dat soort dingen allemaal te leren. Een heleboel techniek zit erin. Je moet hard kunnen slaan, je moet zacht kunnen slaan, je moet alle kanten op kunnen slaan. En daar gaat jaren overheen om dat een beetje onder de knie te krijgen. Maar elke recreant kan het leren. Dus elke campingtonner, zoals wij ze noemen, de campingtonner, die kan ook badmintonnen leren. Ja. Hoe zit het eigenlijk met de puntentelling? Nou, een normale wedstrijd, dat is een rally systeem noemen ze dat geloof ik, dat is 21 punten. Tot 21 punten en dan moet het 2 punten verschil zijn. En dan mag het maximaal doorlopen tot 30. En degene die het eerste dan bij 30 is, die heeft gewonnen. Maar 21 en 2 punten verschil heb je ook gewonnen. En dan gaat het om 2 gewonnen sets. Dus als ze allebei 1 keer winnen, moet je er nog 1 spelen voor de winnende set. Dat zijn de originele regels van de badmintonbond. En dan nemen we over de badmintonvereniging hier in Delensvaart. Ja, hoe ziet die eruit? Ja, we hebben Verp Dak, die speelt hier al jaren. Want dit jaar bestaan we ook 50 jaar. En dat is op 19 oktober vieren we dat. Ja, dat is een hele lange geschiedenis al voor de badminton hier in Delensvaart. En die speelt op elke maandagavond, spelen we de recreanten. Maandagavond van 7:30 tot 22:00 is het rustig voor allegenen die een keer willen badmintonnen. Kunnen rustig komen badmintonnen. Op maandagavond en op donderdag in de Citadel. Ja. En op donderdagavond dan zijn de trainingen voor de competitiespelers. Want we hebben 4 competitie elftal. Het werd tijd geloof ik om te stoppen. Maar we hebben 4 competitieteams hebben we. En dat bestaat uit 4 spelers. 2 dames en 2 heren. En ja, die trainen op donderdagavond. En nou, we hebben dit jaar ook geluk gehad. Want bij de jeugd hebben we ook nog 2 competitiespelers. Competitieteams. Die spelen de U13 en de U16. En de U13 is dit jaar kampioen geworden. En die heeft al de regio teamkampioenschappen gespeeld. En die moet nu, daar zijn ze ook kampioen geworden, moet nu naar de Nederlandse kampioenschappen. Dus, gaat goed. Ja, dat gaat hartstikke goed met de jeugd. Dus ja, was voor ons ook een verrassing overigens. Hoor. Ja, dus dat is ook fair play. Dan komen we ook bij hele goede spelers terecht. Ja. Maar volgens mij moet je weer aan de bak of niet? Ja, ik moet weer aan het werk, ja. Bedankt.